camera. Leukste sportvereniging van Westerveld. Met de hoogste waardering.
Jong? Ja, schrik! Ja! Maar Kaas, mooi stramdas, maar dit is echt mooi. En ik zou het wachten dat dit klaar was, dan komt deze af. Fantastisch, Johan, bedankt. Ja, dat waren dingen.
Verdiend. Nou, op geen moment. Hey, maar, op de tweede plaats zijn geëindigd de Red Devils. Mag ik de aanvoer van de Red Devils naar voren? Gefeliciteerd. Goed gestreden. Mooie shootout gespeeld. Applaus voor de Red Devils. En dan een beetje Groningse inbreng. En niet alleen van de referee, maar vooral van de Knickerbockers. TKB De Buffels als winnaar van het familierugby 2014. Dus van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En ook een jug bier natuurlijk. Dan wil ik nog bedanken de referees voor vandaag. Naar Roel Leugen, mijn vader Gert-Jan van Meijen, Ties Takens, Jurre Winklaar, Henk de Vries, Robin Kok. Dit jaar bestaat het op Twingelo 40 jaar. Wij zijn niet zo heel erg goed om enorme lange speeches te houden. En ja, met een biertje gaat het ook niet goed. Dus we hebben ervoor gekozen om allemaal ballonnen te maken, kaartjes eraan. Die gaan straks de lucht in. Het is met name bedoeld dat iedereen kan denken aan zijn moment uit de 40 jaar. Dat kan heel verdrietig zijn, die momenten hebben we het ook gehad. Dat kan heel mooi zijn, de kampioenschappen die we hebben gehad. Maar ook de feesten die we hebben gehad. De ballonnen die zullen straks opgelaten worden door enerzijds onze voorzitter. En een lid van de jubileumcommissie. En door Rianne Kuijer, de moeder van Hans. Waarop de kant van Hans gebaseerd is. En iedereen heeft zijn moment in gedachten. Drie. 2-1, los! Ja! Ah, zo langzaam start naar werk gaan. Ik denk dat het is meer dan veel. De kans van Hans is gebaseerd op de meest talentvolle speler die we ooit gehad hebben. Die in 2003 is overleden, Hans Kuijer. En ter nagedachtenis van hem hebben we samen met de familie besloten van. En Hans was een enorm talent. En daarom zijn we moeten mensen een kans geven om dat talent verder te ontwikkelen. En ook dit jaar hebben we twee winnaars. En de eerste winnaar is niet gaan wachten tot mensen naartoe kwamen of ze goed of niet goed genoeg was. Nee, die heeft zelf toch gezocht. Die is naar selectiewedstrijden gegaan en heeft geprobeerd naar kansen te verzilveren. En dat is dit keer is dat Roman Benning. Hier zit een hele rugbykit in, een tas, een shirt, alles wat je nodig hebt om te ontwikkelen. Heel veel succes. Ik zei dat we twee winnaars hadden. En ja, de tweede is ook een dame. Alleen, ik vind, als club mogen we denk ik heel trots zijn, omdat het lang geleden is dat we mensen in selectieteams hebben gehad. En dit keer is er inderdaad is een dame doorgebroken, geselecteerd voor Nederland de Sevens. Onder 18. Esther Wollaars. En voor Esther ook deze prijs.
dat is niet te leven. Heel stom.